Goedenavond, mijn naam is André Lucien Léonard. Monseigneur Léonard is bisschop van Namen en wordt vaak genoemd als mogelijke opvolger van kardinaal Daneels. Voor hem blijft de waarheid van de kerk ook vandaag nog eeuwig en onveranderlijk. Welkom bij Nachtwacht. Deze maand staat paus Johannes Paulus 25 jaar aan het hoofd van de katholieke kerk. Nooit eerder in de geschiedenis wist een paus zoveel geestdriftige massa's op de been te brengen. Maar ondertussen klinkt de kritiek dat de vernieuwingsbeweging in de kerk is stilgevallen. Welkom, monseigneur. Dank. De paus krijgt vaak het verwijt dat hij te halsstarrig vasthoudt aan vastgeroeste waarheden. Is die kritiek terecht, vindt u? Integendeel, ik beschouw de huidige paus als een profeet. Als iemand die naar de verte uitkijkt. En die dikwijls zeer profetisch spreekt. En dat kan hij, omdat hij diep ingeworteld is in het centrum van het geloof. Namelijk de persoon zelf van Jezus. Ja. Steeds minder mensen geloven dat er één onveranderlijke waarheid bestaat. Is de kerk dan niet per definitie onaangepast aan deze tijd alvast? Of zegt u, er komen nieuwe tijden? Ja, er bestaat een waarheid die een permanente waarde heeft, maar dat betekent niet dat die waarheid onbeweeglijk is. Dat ze zich niet aanpast aan de verschillende culturen, dat heeft de kerk steeds en altijd gedaan. Als de kerk vandaag niet genoeg aangepast is aan de huidige cultuur, is het ook omdat ze niet voldoende zich aanpast aan Christus. Wat bedoelt u daarmee? Ik bedoel daarmee dat Christus in de geschiedenis van de mensen een absoluut unieke figuur is. Is de enige mens in de geschiedenis die ooit beweerd heeft aan God gelijk te zijn. Dat is uniek. Niemand heeft zo gesproken in de geschiedenis van de godsdiensten. Ik, de Vader en ik, we zijn één. Wie mij ziet, ziet de Vader. Dat is... Toen u bisschop werd, kreeg u al gauw toch een conflict met kritische theologen en kritische priesters. Ik neem aan dat die de figuur van Jezus niet in vraag stellen. Waarover? Zij stellen dingen in vraag die ze niet in vraag mogen stellen? Toch wel. Ik vind dat die problematiek zeer centraal staat. Kijk, mijn overtuiging is dat wij veel te dikwijls nu Christus vervangen door waarden, door evangelische waarden, door christelijke waarden. Solidariteit, broederlijkheid, verdraagzaamheid en zo meer. Al die waarden die zo belangrijk zijn, hebben wij gezamenlijk, ook met de atheïsten, met zoveel filosofieën en ideologieën, en dat is zeer goed, dat wij die waarden... En wat laten ze dan weg? Het gevaar is dat wij daardoor Christus zelf uit het oog verliezen. Met zijn uniciteit, volgens mij, is een katholieke instelling of een christelijke instelling een instelling waar Christus de kans krijgt de liefde van God te kunnen uitstralen. Een instelling waar er een ruimte is voor de persoon zelf van Christus. En de grootste verdienste van onze huidige paus is dat hij ons altijd terugleidt naar dat centrum. Het thema, het slogan van zijn brief over het derde millennium is vanuit Christus weer naar de toekomst uitkijken. Vanuit Christus. Ja. Nu, steeds meer gelovigen, monseigneur, beschouwen het evangelie meer als een inspiratiebron dan als een strakke richtlijn. Wat is daar mis mee? Ja, dat is niet voldoende. Moest het christendom voor mij maar een inspiratiebron zijn,
Het zou een isme meer zijn in de reeks van vele ismes in de geschiedenis. Platonisme, aristotelisme, boeddhisme, spinozisme, hegelianisme en ook in Frans christianisme, christendom. Mm-hmm. Maar Christus is veel meer dan een inspiratiebron. Hij is de enige mens, ik herhaal het, die ooit beweerd heeft aan God gelijk te zijn. Mm-hmm. En die toch in de Godverradenheid gestorven is. Zijn laatste schreeuw op het kruis is indrukwekkend. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En is de enige mens in de geschiedenis van wie getuigen ten kost van hun leven beweren, God heeft hem gelijk gegeven. Hij werd veroordeeld wegens godslastering en God heeft hem gelijk gegeven door hem te doen verrijzen. Dat is uniek. Ik ga er een kritische gelovige bij halen. Ze was jarenlang voorzitter van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, het hoogste overlegorgaan van de Belgische Katholieke Kerk. Nu is ze voorzitter van Broederlijk Delen. Haar naam is Agnes Pas. Mevrouw Pas, welkom. Vindt u dat bisschop Leonard de Bijbel te letterlijk neemt? Ik ben getroffen door wat bisschop Leonard zegt over dat er heel wat dingen veranderlijk zijn. Maar de Bijbel, het woord dat ons gegeven is, naar mijn gevoel kan je nooit letterlijk nemen. Het is altijd door een historische context en in een bepaalde tijdsperiode te lezen en te begrijpen. Laten we een concreet voorbeeld nemen. Volgens de Bijbel had Jezus alleen mannelijke apostelen. Ja. Daarom mogen alleen mannen priesters worden. U heeft een boek geschreven, Gezocht Gelovigen heet dat. Daarin schrijft u dat er eigenlijk geen theologische argumenten bestaan om een exclusief mannelijk priesterschap te verantwoorden. Ja, meegeschreven. Meegeschreven. Ja, wel. Laat het ons eerst over die argumenten hebben. Ik denk dus dat dat juist de grote moeilijkheid is. De apostelen waren allemaal mannen, maar de apostelen waren ook gehuwd. Als men met zo'n argumenten komt aandragen, dan vind ik dat eigenlijk niet netjes meer. Ik heb dikwijls gedacht, Jezus moest de apostelen roepen en de vrouwen zijn hem zo gevolgd. Dat is ook vandaag een beetje zo. Vele vrouwen dragen ter plaatse de kerk. Maar wij hebben vaak in het IPB dit thema ter sprake gebracht, exegeten erbij gehaald, bijbelkenners, theologen. En de conclusie was telkens dat de kerk nu zelf bij machte is om daarover iets te doen. Mm-hmm. Namelijk dat je op grond van het evangelie geen enkel theologisch argument kunt aandragen om het ene te zeggen of het andere, volgens mm-hmm. mij. Monseigneur, ja. Enkele jaren geleden heeft de paus de discussie over vrouwelijk priesterschap officieel voor gesloten verklaard. Ja, betekent inderdaad dat het mannelijke priesterschap tot de onveranderlijke waarheidskern van de kerk behoort? Ja. Ja, dat meen ik. Hetzelfde geldt voor de orthodoxe kerk. Dus het is duidelijk dat de katholieke kerk en de orthodoxe kerk nooit vrouwen tot priesters zullen wijden. Dat lijkt me duidelijk. En waarom is dat? Door heel de Bijbel, om zijn liefde uit te drukken voor de mensen, gebruikt God in zijn openbaring de taal van de liefde tussen man en vrouw. Dat is typisch, dat is kenmerkend. Mm-hmm. De taal van de liefde tussen man en vrouw. O Israël, uw bruidegom zal uw schepper zijn. Dat is heel mooi. En in de ogen van het Nieuwe Testament zijn apostelen niet alleen ambtenaren, ze vertegenwoordigen Christus ook als de bruidegom van de kerk. Dat is de taal die Jezus ook gebruikte. Maar kan je ook niet zeggen dat Christus stelt zich voor als de Bijbel is geschreven in een streek waar in die tijd een absoluut patriarchaat heerste. Wij leven in andere tijden. Nee, Jezus die ging rond het Heilig Land met een groep mannen, zijn apostelen,
En ook met een groep vrouwen. En de heilige Lucas, hoofdstuk 8 van zijn evangelie, citeert namen van vrouwen. En er waren nog veel meer die met Christus... En dat was niet het gebruik hoor, in Israël in die tijd, dat een profeet, een rabbi, ronddraaide met een groep vrouwen rondom hem. Jezus was heel vrij tegenover die vooroordelen. Nee. Wel, ik ben het ermee eens dat Jezus heel vrij was, maar dat het toch niet mogelijk is om te zeggen dat de discussie gesloten is. Namelijk, we leven in deze tijd en de nieuwe inzichten rond mannen en vrouwen, daar moeten we voor vandaag een antwoord op vinden. En ik denk trouwens, dus men heeft toen op het IPB tot de conclusie gekomen, er zijn geen theologische argumenten, er zijn geen antropologische. De kardinaal heeft zelf gezegd, de laatste keer toen het ter sprake kwam, eigenlijk als we eerlijk zijn, ik vind dat ook het eerlijkste argument. Er is 2000 jaar traditie en wij bisschoppen durven niet het risico nemen. Ik vind van wel, omdat op dit ogenblik doen vrouwen priesterlijke taken, meneer de bisschop. Het is omdat u de zin, de betekenis van het priesterschap veel te functioneel benadert. Nee. En priester zijn, dat is niet alleen een functie. Dat is een roeping. Wat is het ook dan? Het heeft een symbolische waarde. Het is heel moeilijk voor een vrouw. Symbolisch als priester, Christus als de bruidegom van de kerk te vertegenwoordigen. Ja. Dat is symbolisch niet aangepast. Mag ik daar iets op zeggen? Tuurlijk. Ja. Wel, ik ken dat argument. Maar wat mij zo verbaast is dat Christus heeft een boodschap voor de mens, voor man en vrouw. En eigenlijk, op dit ogenblik komt men met een argument aandragen dat Christus ineens op zijn man zijn dan genomen wordt. Maar niet op waarvoor hij staat, zijn staan voor heel de mensheid. Zijn boodschap voor heel de mens. Ja. En dat vind ik dan eigenlijk spijtig dat waarom zo'n vrouw en onze grote mystieke vrouwen in de geschiedenis niet een enorme symbool en icoon van Christus kunnen zijn voor dat waarvoor hij stond. Misschien soms meer een bepaald aspect van Christus kunnen oproepen dan bepaalde mannen. Wat u zegt is eigenlijk, het is geen toeval dat Christus een man was. Ja, een vrouwelijke Christus is in wezen ondenkbaar. Het is geen toeval dat we God vader noemen en niet moeder. Dat heeft ook zo'n symbolische betekenis. God is een man. God is vader zonder een man te zijn. Dat moet u eens uitleggen. God is natuurlijk geen man. Hij is niet seksueel bepaald. Maar waarom noemen we hem vader? Omdat de vader buiten blijft. Buiten een vader in een gezin. Die geeft leven aan zijn kind. Maar het kind groeit buiten hem. Dus de figuur van de vader is veel meer aangepast om het verschil tussen God en zijn schepsel, om de transcendentie van God uit te drukken. Terwijl de moeder en haar kind, die gaan door elkaar verweven. Valt dat vol te houden, mevrouw Kost? Ja, wel, begrijpt u niet, meneer de bisschop, hoe moeilijk dat voor vrouwen is? Ik vind dus dat vrouwen zijn taaie, gelovige mensen vandaag, vind ik. En ondanks al die weerstand om te vragen, op de vraag van vrouwen om volwaardig te mogen deelnemen. Ik heb vrouwen gekend die zich geroepen weten om priester te zijn. Ik ken ze nu en ze zijn waardige slotzusters. Omdat ze zeggen, laat mij dan het aspect van God zoeken zijn in mijn leven volop gestalte geven. Hoe kan de kerk, een teken van de tijd, waar ze zo in een crisis zitten met hun priesters, namelijk dat vrouwen bereid zijn om hun leven daarvoor in te zetten, hoe kan de kerk leiding die werking van de geest nog langer tegenhouden. Dus door zulk soort argumenten, dat is toch niet meer mogelijk. Deze soort symbolen,
Ik denk, dat spreekt de mensen vandaag niet aan. Dat is symbolisch zeer belangrijk in ons leven. Ja, maar... Zeer, zeer belangrijk. Oké, daar ben ik het mee eens. Maar God, God voor Jezus was God liefde. Ja, maar ik vrees dat u de rol van het priesterschap in de kerk een beetje overschat. Het is het belangrijkste in het christelijk leven is niet dat wij bisschop of priester of diaken of godgewijde of leken zijn of celibataire of getrouwd, is dat wij heilig worden. Ja, ben het er niemand, mee. Niemand, bijna niemand in België kent de naam van de bisschop van Bayeux in de tijd van de kleine Theresia van Lisieux. Bijna niemand kent de naam van die bisschop. Maar iedereen kent de naam van Theresia van Lisieux. En die heeft veel meer gedaan voor de kerk dan vele bisschoppen. Ik wil het even over de gelovigen hebben. Ergens in dit land... Zonder priester te zijn. Ergens in dit land woont een gelovig koppel dat al meer dan 30 jaar lief en leed deelt. Ze zijn trouw aan elkaar en aan God. En dus eigenlijk het perfecte christelijke paar. Er is maar één probleem. Het zijn twee mannen. We hebben elkaar leren kennen op de sociale school, op de IPSOC in Kortrijk. We waren net geen 20. En het was geen liefde op het eerste gezicht, maar dat heeft toch niet al te lang geduurd. Als koppel zijn we eigenlijk 33 jaar samen. In het begin is dat nogal moeilijk geweest, omdat dat om te beginnen een nogal pijnlijke ontdekking was van onszelf. In een periode waar het absoluut niet kon en niet mocht. Ik denk dat het belangrijkste om een relatie lang goed te houden is dat je weet wat je voor de ander kunt doen omdat je het leuk zou vinden en wat je kunt laten omdat hij het niet graag heeft. Zonder jezelf tekort te doen. En als je daar een evenwicht kunt vinden, dan lukt het wel. Ik kan dat alleen maar beamen. Het zal waar zijn, denk ik. Ja, we zijn gelovig, ja. En we geloven dan ook wel ergens dat Jezus ons inspiratie geeft. Van hoe kun je met mensen omgaan? Hoe moet je met mensen omgaan? Hoe kun je zinvol je leven opvullen? En dat vinden wij in ons geloof. Wij gaan soms nog naar de kerk. Ik zeg wel soms. Ik kom toch steeds meer tot de vaststelling dat ik mijn geloof waarschijnlijk beter zal vasthouden als ik er minder kom. Gelovig zijn en homo zijn, dat combineren, was misschien helemaal in het begin wat moeilijk. Maar dan, leer je jezelf kennen, leer je een ander kennen, weet je wat belangrijk wordt in je leven, dan weet je dat je voor je homoseksualiteit niet gekozen hebt, dat dat iets wat je gegeven. Het kan een vreugdegeschenk zijn, kan ook een gezegend geschenk zijn. En dan denk je van, daar moet ik toch wel iets mee aanvangen. Dat moet toch ergens zijn betekenis hebben. En als je dan naar de christelijke boodschap kijkt en die doorgrondt, dan gaat die alleen over, bemin de anderen zoals jezelf. Als ik mezelf niet graag zie, kan ik een ander niet graag zien. Love me tender, love me sweet, never let me go. 8 jaar terug, toen hebben wij een viering gedaan in de kerk. Onze familie, onze vrienden beschouwen die viering, die nogthans gewoon een dankviering was en geen huwelijksviering, als onze huwelijksmis. En beschouwen ons sedertien dan eigenlijk ook wel als echt getrouwd. We hebben die viering toen gedaan omdat we, en dat stond ook trouwens zo op onze uitnodiging, omdat wat wij toen op dat moment al 25 jaar meemaakten, dat wij dat ervaren als een godsgeschenk. Ja, monseigneur, die mensen houden van elkaar, ze geloven in God en toch veroordeelt de kerk hen. Een onderscheid maken tussen de personen en het gedrag. Toen ik professor was in Leuven en dan in Louvain-la-Neuve, heb ik zoveel studenten en studentinnen
begeleid in hun geestelijk leven en onder hen, sommigen die homoseksueel waren. Dus ik had veel eerbied voor die mensen. Maar zonder daarom het homoseksuele gedrag, de homoseksuele praktijk, als dusdanig goed te keuren. Dat en als ze van elkaar houden, waarom keurt u dat dan af? Het is niet voldoende van iemand te houden om daaruit te concluderen dat die liefde gegrond is en waarachtig is. Als voor u wel? Als iemand, ja, voor iemand die getrouwd is, voor een man die getrouwd is met een vrouw, zelfs als hij van een andere vrouw houdt, is het niet een voldoende reden om te zeggen, ja, hij houdt van haar, ja, dus is het goed. Dat is iets anders. Het is iets anders, maar daar hebben we het over trouw of ontrouw. Ja, als ik nu dit getuigenis hoor van deze twee mensen, lijkt mij dat toch zeer oprecht te zijn. Niet zelf gezocht, maar ik denk dan, juist voor hen, zou, als u daar straks zo mooi over Christus spreekt, denk ik, juist voor deze mensen die in hun leven eerst al moeten vaststellen dat ze een andere seksuele geaardheid hebben, jaren misschien moeten overdoen om die te aanvaarden, hun ouders ook. Met echtgescheidenen die mislukken, is dat precies hetzelfde. Juist voor deze mensen, denk ik, zou het eerste woord van de kerk moeten zijn tegenover alle weerstand dat ze van hun omgeving moeten krijgen. Jullie zijn evenwaardig en moeten even respectvol benaderd worden dan gelijk wie. Jullie horen in het hart van de kerk. Monsieur, dat vind ik heel belangrijk. U schrijft in uw tekst, Jezus en je lichaam, dat homo's bij homo's de persoon niet tot zijn volle betekenis is ontwikkeld. Hoe weet u dat? Ook psychologisch. Hè? Als je een beetje Freud leest, dan zie je dat het essentieel is voor de liefde. Dat er een verschil is, dat er een andersheid is tussen de geslachten, tussen man en vrouw. En christelijk is het ook evident. Het verbond in de Bijbel is het verbond tussen man en vrouw. Maar meneer bisschop, ik denk dat de kerk wel kan oriëntaties geven rond liefde en geloof. Ja, de kerk. Maar, ja. Vandaag niet heel veel mensen weg. Ja, precies. Homo's, gescheiden mensen, mensen die anticonceptiva gebruiken. Ja, maar dat deed zij ik... Zij mogen zelf hun geweten daarin Dat deed daarin ik met van. Die mensen die ik begeleidde in die tijd en nu ook. Ik probeerde bij hen een teken te zijn van de liefde van de Heer. Voor die personen, voor die mensen. Ja. Maar ze moeten zich aanpassen of ze zijn niet welkom? Ze zijn welkom als personen. Maar dat betekent niet dat ik hen zal zeggen, ja, dat is om het even man en vrouw, of man en man, vrouw en vrouw. Dat zal ik nooit zeggen. En ik probeerde die mensen te helpen in een zekere kuisheid te leven. Er zijn vele redenen waarom een man of een vrouw celibatair blijven. Mm-hmm. Dat kan gebeuren wegens de gezondheid of wegens noden in de familie, mm-hmm, of professionele redenen. Mm-hmm. En het feit dat men die seksuele gehaardheid heeft, kan ook een reden zijn om celibatair te blijven. Maar moet de kerk zo ver gaan dat zij aan de gelovigen, die volle partners zijn in het geloof, volwassen geworden zijn, deskundig geworden zijn, een heel aantal onder hen, om te blijven zeggen hoe zij hun persoonlijk leven, als gehuwde of als homofiele mens of wat, moeten ordenen? Of zal de kerk niet beter in de toekomst eigenlijk erkennen dat de gelovige die gedoopt en gevormd is een volwassen christen is en dat de kerk niet blijft als een vader vrij patriarchaal zeggen hoe zij dat moeten doen? Ik denk, men zou meer vertrouwen moeten hebben op het volwassen gelovige leven. Niemand kan hen dat opleggen. Ze worden daartoe uitgenodigd door de kerk en daartoe geholpen. Ja. Maar zo voelen zij het niet. De aanleiding voor deze discussie is 25 jaar
25-jarig jubileum van de paus. En daarover heeft mijn volgende gast een boek geschreven. Hij heeft de paus jarenlang op zijn reizen gevolgd. Zijn naam is André Truijman. Welkom, meneer Truijman. Ik ga het even laten zien. Dit is het boek Johannes Paulus II, De Onfeilbare. Het is een kritisch boek, maar toch toont u veel bewondering voor de paus. Wat bewondert u zo in hem? Oh, dat zijn heel wat dingen, voornamelijk toen hij jong was, hè, toen hij pas paus geworden was. Zijn nonconformisme. Hij ging met journalisten om op een totaal andere manier als zijn voorganger. Hij was een mooie man ook toen, een atleet van God heeft men hem genoemd. Mm. Hij had bepaalde opvattingen over verdraagzaamheid, over mensenrechten, over dingen die ik echt bewonderde. Maar in het boek kunt u duidelijk zien, ik was ook verbijsterd. Ja. Vooral ook dat hij de discussie over de vrouw in de kerk voor zijn opvolgers onmogelijk heeft gemaakt. Er mag niet meer over gepraat worden. De vrouw zal nooit priester worden. Hij heeft de vernieuwing volledig teruggeschroefd? Vrijwel, ja. Ja. 25 jaar is heel lang. Misschien is hij te lang paus geweest. En nu zeker trouwens de laatste jaren is hij niet meer de paus. Het is een triumviraat. Het is een secretaris. Het is vooral Sodano, die trouwens vorige eergisteren op zijn troon zat. Sodano, kardinaal Sodano, de nummer 2 van het Vaticaan, zat op de troon van de paus, meldend dat de paus ziek was en niet kon komen. En dan de man die altijd achter hem staat, Givi, de secretaris. En daarnaast nog raadzinger. Die drie heb ik dus nagegaan, uiteraard in literatuur en uit persoonlijke contacten met pauswatchers in Rome. Die besturen eigenlijk de kerk. Maar toch heeft de paus ooit gezegd, ik regeer de kerk. Dat klinkt sterk als l'église, c'est moi. In een kwinkslag heeft hij inderdaad, het is niet zo lang geleden, toen hij voor zijn artrose in zijn knie, dat men zei, ik kan het niet meer doen nu, we kunnen hem niet voor de goede weekdiensten dus in de Sint-Pietersbasiliek daar hebben. Toen heeft hij gezegd, dat is uit zijn omgeving naar buiten gecijpeld, ik regeer de kerk. Niet met mijn knie, maar met mijn hersenen. En die zijn nog heel goed. Mm-hmm. Hoe gaat hij om met bisschoppen en kardinalen die de progressievere ideeën op nahouden? Kardinalen dus, dat ligt anders. Hè? Deze paus heeft, zoals de Romeinse keizers destijds, de bisschoppensynodes geneutraliseerd. Bisschoppensynodes zijn door het Vaticaans Concilie gewild om bisschoppen uit de hele wereld naar Rome af te vaardigen en daar samen met de paus de kerk eigenlijk te besturen. Met de paus als allereerste natuurlijk. Hij heeft daartussen een senaat van kardinalen gemaakt. Bij elke synode zijn de kardinalen rondom hem, die allemaal door hem benoemd zijn, van zijn snit zijn, die zijn degene die uiteindelijk bepalen wat er in de synodes gaat beslist worden. Het is echt een leiderfiguur, een geestelijk dictator, vind ik. Ja, maar wat gebeurt er dan met kardinalen die er... Neem nu, kardinaal Daneels is toch binnen het spectrum eerder progressief. Ik bedoel, hij pleit wel voor meer, een grotere rol voor de vrouw in de kerk. Dat hoor ik Johannes Paulus II niet zeggen. Ja, ik denk, kardinaal Daneels is zeker een kanshebber nog steeds om paus te worden. Hij is relator geweest op bisschoppensynodes. Hij is enorm veel geraadpleegd. Hij spreekt veel talen. Hij heeft hier in een land toch 3 gemeenschappen bijeengehouden. Dus de Waalse, de Vlaamse en zo. En toch is hij erkend als de herder, de pastor dan van de katholieke kerken in België. Hij heeft natuurlijk, ik ben niet... Maar ligt hij dan, u zegt eens, hij is een kanshebber, maar hoe ruimt u dat met al die conservatieve kardinalen? Daar moet een progressieve... Ik denk dat kardinaal Daneels, hij is bijvoorbeeld een sympathisant van Comune e Liberazione en van de Focolari-beweging, dat zijn heel conservatieve bewegingen met de theologie van Monsieur Leonard bijvoorbeeld. Daar heeft hij goede contacten mee, heb ik de indruk. Kardinaal Daneels is een diplomaat ook, denk ik. Ik denk dat hij ook bij conservatieve... Juist in deze moeilijke tijd waar de kerk nu voor staat, het kan niet doorgaan zoals het nu is. 1 miljard katholieken in de wereld. Ik ben katholiek, maar deze mevrouw is katholiek. Ja. Maar hij is ook katholiek. Ja, monseigneur, is de paus zo autoritair? We zijn wel gedoopt. We zijn allemaal gedoopt. Is de paus zo autoritair als meneer Truijman hem afschildert? Ik heb echt die indruk niet. Hij is volgens mij absoluut niet autoritair. Hij regeert de kerk niet. Hij inspireert de kerk. Een discussie als afgesloten afkondigen, lijkt me toch vrij. Mag ik eens een voorbeeld geven? Toen zuster Kane in Amerika de paus toesprak bij zijn bezoek en afweek van haar tekst, een vrouwelijke religieuze, en zei aan de paus van dat de vraag van het priesterschap in zijn geheel, niet alleen rond het ambt van de vrouw. Dat is de overste van duizenden religieuzen. 125.000. Dus
afweek, toen was hij werkelijk kwaad. Ik geloof dat de paus heel veel... als u hem goed kent, u kent hem goed. Wij doen alleen een beeld op van buiten af. En dat ik ken hem misschien een beetje beter. Dat denk en zeker ik. Niet als autoritair. En het is iemand die zeer moeilijk een harde beslissing neemt. Zeer moeilijk. Het is iemand die eerder een voorbeeld geeft van geduld, van vertrouwen. Mag ik een ander voorbeeld geven? Toen Ordinatio Sacerdotalis in 94, dus de brief over de discussie wordt afgesloten, dat vrouwen zouden kunnen priester worden. In feite zijn er al veel bezig. Hè? In Vlaanderen gehoord werd, stond heel Vlaanderen op zijn kop. De priesterraden, de pastorale raden, het interdiocesaan pastoraal beraad. Het was tegenover de bisschoppen bijna een één tegen allen. De kardinaal heeft van de groep in Vlaanderen meegekregen om dit met de paus te bespreken. Om te zeggen, dat kon je nu op dit ogenblik toch niet maken. Je moest eerder een bemoediging aan vrouwen geven. En de kardinaal is teruggekomen met de volgende boodschap. Dat de paus aan hem heeft gezegd, ik denk dat je het niet goed hebt uitgelegd. Leg nog eens uit aan uw gelovigen wat ik eigenlijk bedoel. Maar dat is ook misschien en waar. Op geen enkele manier een tegemoetkoming van wat zou het kunnen betekenen. Ja, die bemoediging, die bestaat al. U citeert de Ordinatio Sacerdotalis. Maar waarom citeert u niet... Mulieris Dignitatem over de waardigheid van de vrouw. De waardigheid ja. en de rol, okay. en de rol van de vrouw. Zeggen, ondergeschikt. Dat is, goed, nee, maar dat vind ik... Ondergeschikt. Nee, dat is een prachtig document. Je moet leren een tekst lezen van de pauze. Mag ik zeggen ondertussen wat ik lijkt voel? De crisis in de kerk zich meer en meer te verdiepen. Volgens het Europese waardeonderzoek zijn er minder en minder trouwe katholieken. En zelfs die twijfelen van langzaam meer aan de essentiële punten van het geloof. Peter van de Veire geeft een overzicht. Beste Jan, heilig de dag des Heren, want we zijn hem keihard aan het vergeten. Zo zijn er nog amper kernleden in de katholieke kerk. Kernleden zijn diehards die regelmatig naar de mis gaan en ook iets doen voor de kerk. Bij de 60-plussers is dat 1 op de 6 gelovigen. Bij jonge katholieken onder de 30 amper 2%. Vroeger was het heel duidelijk voor de kerk. Van masturberen werd je blind, liegen was een zonde en biefstuk op vrijdag was een doodzonde. Die doodzonde maakte je ziel kapot en God was niet langer je beste vriendje. Quatsch, zegt een kwart van de katholieke kerngelovigen, de zonde bestaat niet meer. Bovenal bemint één God de zweer niet ijdel, vloek nog spot, stond jarenlang in de top 10 van de heilige hitparade der gebeden. Want een goede gelovige bad elke dag, iets wat meer dan de helft van de kernleden allang niet meer doet. Beter een goede God dan een verre vriend, want met de God van de katholieke kerk kun je nog praten. Heel persoonlijk. Tenminste, dat gelooft nog 60% van de goede katholieken. De anderen zien God meer als een soort geest. Het ergste van allemaal, je kan die ongelovige gelovigen zelfs niet meer bedreigen met hel en verdoemenis. Amper een kwart gelooft daar nog in. De hemel scoort iets beter, alhoewel je kan je wel zorgen beginnen te maken. Want maar de helft van de goede katholieken gelooft nog in de hemel. Gelukkig, beste Jan, 8% gelooft in reïncarnatie. Monseigneur, nog maar de helft van de trouwe katholieken bidt dagelijks en gelooft nog in de hemel. De kern van het geloof is wel degelijk in gevaar. Ja, moest het waar zijn, zou het zeer gevaarlijk zijn. Ik stel dikwijls die vraag toen ik jonge mensen ga vormen in mijn bisdom. En ik spreek regelmatig over het gebed. En soms vraag ik aan de mensen die daar aanwezig zijn, zijn er veel onder jullie die dagelijks een kort moment van gebed hebben? En ik stel dezelfde vraag aan de jonge vormelingen. En ik vind het antwoord in het algemeen zeer, zeer positief. Er zijn zoveel mensen die 's avonds, vooraleer ze slapen gaan, die een kort moment, enkele minuten van
innigheid met de Heer hebben. En geloven ze ook nog in hemel en hel? Ja, ze geloven zeker in de hemel, denk ik, de meeste. Dat wij niet alleen bestaan voor enkele jaren en dan naar de vuilnisbak gaan. Ik denk dat vele mensen, en zeker christenen, denken dat als God ons waarachtig van ons houdt, dat hij ons niet alleen voor enkele jaren geschapen heeft, maar voor eeuwig. Bent u ook liefde, zo liefde is eeuwig. Optimistisch over, laten we zeggen, de geloofspunten en hoe die nog leven bij de... Ja, maar er is toch de enquête? Die waarde-enquête zegt het toch, wat monseigneur zegt, is een persoonlijke ervaring, geïnterpreteerd door hem. En dat kan hij heel goed, heb ik gemerkt. Maar ik denk, reageert de kerk op de juiste manier op deze resultaten? Ik denk, we moeten daar allemaal wat op reageren. Ik denk ten eerste dat er een grote onverschilligheid is gegroeid. Ik heb het gevoel dat de kerk dringend toe is aan een nieuw concilie. Het concilie was 30 jaar geleden een ontmoeting, een dialoog met de cultuur. Ondertussen leven we in een totaal andere tijd, met nieuwe uitdagingen. Op vele terreinen van geloof en geloofsinzichten, maar ook maatschappelijk gezien. De kloof rijk-arm is nooit zo groot geweest. De milieuproblematiek, de visie op man en vrouw, de grote ethische vragen rond begin en einde van het leven. Daar vindt men geen letterlijke dingen in het evangelie om antwoord te geven aan de mens. En ik denk dus dat er sleutels zijn en een groot... Maar een heleboel sleutels die dan in het Tweede Vaticaans Concilie zaten, zijn door deze paus de nek omgedraaid. Noemt u zich? Deze paus was een conservatieve bisschop uit Polen die alles deed toen hij aanwezig was om het concilie dus niet te laten worden wat het is. Eén voorbeeld maar, er zat in de commissie over de geboorteregeling. Paulus VI had een commissie opgericht, van leken ook, met theologen. En die zouden hem adviseren of hij de pil zou toelaten. Hè, om het kort uit te drukken. Mm-hmm. In die minderheidscommissie zat de huidige paus. En die heeft dus ook daarna in de definitieve tekst om het te verbieden, humane vitae, heeft hij een rol gespeeld. Nou, deze man is uiteindelijk daarna paus geworden. Na een campagne die hij gevoerd heeft. Hij heeft overal in de wereld zich gaan bekendmaken. En het is duidelijk aan te tonen dat hij dus op het oog had om paus te worden. Dus het is echt... Wat zou een nieuwe paus moeten doen om de kloof tussen gelovigen en kerk hiërarchie te dichten? Ik vind wat kardinaal Daneel zegt, is heel duidelijk. Die zegt, hij moet een raad uit de hele wereld om zich hebben van bisschoppen die hem gaan adviseren. Alleen kan hij het niet meer daar in Rome. Dat is een advies van Daneel. Dus ook een nieuwe paus niet? Maar, zeker niet. Trouwens, een nieuwe paus, best een kort. Men spreekt nu al over de twee volgende pausen. Want om dit allemaal te gaan rechtdraaien, wat er nu gebeurt, is ook de hele interpretatie, wat ik er straks gehoord hebt over Jezus van Nazareth. Hermeneutiek is totaal ontsnapt aan deze bisschop. Je kan niet zo praten over het evangelie in mijn ogen als katholiek. Men kan niet zo daarover praten zoals u doet. Ja. Ze hebben onlangs Paul Ricoeur, een beroemde filosoof, hebben ze de Paulus VI prijs gegeven in Rome. En dat is een man dus van hermeneutiek. Dat betekent tekstverklaring. Speelt een grote rol in de moderne theologie. Nou, Rome, de huidige paus, geeft die man een prijs, terwijl hij zelf als paus helemaal een beetje op de lijn zit. Laten we even teruggaan naar wat de nieuwe paus dan zou moeten doen. Wat vindt u het dringendste? Het dringendste, ik denk dat het vooral een persoon van dialoog met het godsvolk zou moeten kunnen zijn. En dat is vooral door het Tweede Vaticaans Concilie gestimuleerd geweest. Maar daar is me nooit uitgeraakt. Enerzijds de hiërarchische lijn van de kerk en anderzijds de kerk als communio. Terwijl je in de plaatselijke gemeenschappen al een ongelooflijk samenspel hebt van mannen en vrouwen en leken die de gemeenschap dragen en voorgaan. En ik denk dat het een ander soort gezagsuitoefening moet worden. Want ik hoor de bisschop daar straks zeggen: de kerk nodigt uit en legt niet op. Kan niet opleggen natuurlijk. Maar het komt nog altijd wel in een toon en monoloog, op een manier van monoloog, opleggen. Geen dialoog. En de moderne mens verdraagt dat niet meer. Ik denk, ik wil uitgenodigd worden om verder te gaan. Om na te denken. En de gelovige is ook altijd iemand onderweg. De kerk is iets onderweg. En dus als men zo'n enquête bepaling hier hoort... Van concilie, godsvolk onderweg. Onderweg. Dus kan dat... Ziet u dat gebeuren, een kerk die fundamenteel meer democratisch zou worden bestuurd?
ik zou niet zeggen democratisch, maar meer dialogaal, waarom niet? Kijk, ik ben niet zo onfeilbaar als meneer Truijman, maar ik zou toch zeggen, ja, de nieuwe paus, ja, die is er nog niet, maar ik hoop dat de nieuwe paus, zoals de huidige paus, zoals Johannes Paulus II, trouw is aan het concilie. Het concilie is de permanente, voortdurende inspiratie van onze paus. En daarom hecht hij zo'n groot belang aan de bisschop en synode. Maar een discussie als gesloten, een discussie die bezig is, autoritair zeggen van die is afgelopen, dat is toch geen dialoog? Ja, maar die beslissing is de dialoog werd niet zo plots genomen. Ze was voorbereid door een lange reflectie, een lang nadenken over die problematiek. Het is niet zo plots, zo plots gebeurd, onvoorbereid. Maar ik denk dat gedeeltelijk misschien echt waar is. U kent dus de paus beter. Maar eigenlijk is het toch een beetje schrijnend dat er is een binnenkerkelijk pluralisme, maar wij leven in zo'n tijd op alle terreinen, politiek vlak, sociaal vlak. Ook binnen de kerk heb je verschillende strekkingen. En ik denk dat de kerk juist een voorbeeld ook voor heel de maatschappij zou kunnen zijn, hoe wij met onze verschillen omgaan. En ik denk dat we daar vandaag absoluut geen voorbeeld in zijn. Als ik denk aan wat met ook zo'n symbolische bisschop als Gaillot is gebeurd, die voor veel jongeren een echte inspiratiebron en een verwijzer naar Jezus van Nazareth. Die is afgezet. De bisschop van Evreux. Dus we moeten op een open manier met elkaar in dialoog treden, zonder nog, denk ik, met sancties mensen aan de deur te zetten. De Franse bisschops hebben zoveel gedaan om hem een plaats te geven. Ja. Maar het gebrek aan dialoog was niet vooral bij de Franse bisschoppen, maar ook dikwijls bij Gaillot zelf. Ja, maar vindt u dat geen pijnlijk getuigenis naar buiten? Ja, ik weet dat... Zijn de progressieven te fanatiek? Dat Gaillot het anders had moeten aanpakken. Dat de vader zijn kind het thuis moet uitzetten? Dat nog gebeurt vandaag? Een katholieke gelovige. Ik denk dat... Iemand die zeer moeilijk de mening van een andere... Meneer Truijman, kan de kerk volgens u democratisch bestuurd worden? Bent u daar optimistisch over? Dank er vanaf wat je onder democratie bestaat. Officieel is het niet, want men zegt altijd, dat zal zeker monsieur Leona zeggen. Dat bijvoorbeeld de meerderheid van de gelovigen... De kerk is hiërarchisch, zegt men dat. Maar een hiërarchie kan geen democratie dulden. Maar dat is een ideologisch, magisch begrip van hiërarchie. Natuurlijk, als de kerk het volk gods onderweg is, dan is het toch logisch dat men van onderaf naar boven... Ik was lid van een orde, de Dominicanen. Bij ons werd er gestemd. Iedereen, zelfs de lekenbroeders, konden stemmen voor de overste in een klooster. De overste samen stemmen voor de provinciaal. De provinciaal samen stemmen voor de meester-generaal in Rome. Katholieke orde uit de 12e eeuw. Is dat een goed model? Voor de totale kerk? Er is een traditie in de kerk. Voor sommige dingen wel, maar we hebben niet gestemd op dat het woord van God vlees werd. Dat werd ons gegeven door God. Wij hebben niet gestemd op dat de menswording zou gebeuren. Nee, maar Christus heeft nooit gezegd, Karel Wojtyla moet paus worden. Natuurlijk niet. Dat is des mensen. Ja, maar... En kon net zo goed een andere beslissing geweest zijn. Heeft toch Petrus uitgekozen in de groep van de apostelen? Alsof u erbij was. Ja. Dit zijn toch teksten die jaren na datum opgeschreven zijn. Er is toch tekstverklaring voor? Er is een wetenschap voor. Uw interpretatie van de tekst is veel te fundamentalistisch. U hebt straks iets gezegd. U zei dat Jezus zegt dat hij zelf zegt dat hij God was. In welke zin bedoel... Waar heeft Jezus gezegd dat hij God was? Hij heeft dan meteen de vraag gezegd, wie zegt gij dat ik ben? Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Veronderstel dat Guy Verhofstadt zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen nooit voorbij gaan. Iemand die dat zo denkt spreekt, hij, maar dat zal hij nooit zeggen. Iemand die zo spreekt. Als u goed begrijpt, mag ik zeggen dat u vindt dat deze paus het erg goed doet en dat u hoopt dat een volgende paus deze lijn voortzet?
In het algemeen. Dat is alleen in het algemeen. Maar hij zal natuurlijk anders zijn. Er zal iemand anders zijn. Maar natuurlijk. Het is te hopen dat er in de kerk een continuïteit is. En het zal wel zo zijn. Ja. Maar met een andere figuur, een ander temperament, een andere stijl. En het zal een zeer moeilijke taak voor de opvolger zijn, ja, zo iemand als onze huidige paus te vervangen. Mevrouw Pas, wat zou u van bisschop Leonard verwachten, mocht hij kardinaal worden? Dat is een stoute vraag, hè, als deze plaats blijft leven, is er kans. Als deze plaats blijft leven, wordt hij kardinaal. Daarom vraag ik het. Ja, daarom vraag daar is er geen sprake. Ik zou verwachten dat bisschop Leonard zou dan kardinaal zijn voor heel de Vlaamse kerk. En dat ook zou betekenen dat u zou erkennen wat overal groeiende is, dat samenspel, ook in het leiderschap van mannen en vrouwen. Zou dat lukken? En dat u een promotor zou worden van deze tijd en zou zeggen, wij moeten het ambt en het gezag in de kerk herzien. En dat u in Rome zou meepleiten om daar grondig opnieuw over te spreken, om te zien hoe dat vorm kan krijgen in deze tijd. Want Jezus kan nooit bedoeld hebben van zo'n ze verwacht al van mij. Het is nog gebeurd. De problemen die zich niet stellen, zijn de meest onoplosbare van alle. Maar het is nog probleem. Dat lijkt mij diep genoeg om mee af te sluiten. Wel bedankt, monseigneur Leonard, mevrouw Pas, meneer Struijman. Dit was Nachtwacht. Nog een fijne avond en tot de volgende keer.